1 juni, zondag. Klootschieten. Voor de hoeveelste keer gaan we dat doen? En voor de 24 keer is het deze keer. Waarom is dat in de tijd door Mayatta opgezet eigenlijk? Nou, een beetje proberen om aan geld te komen. Hè? Want de productie van de toneelvoorstelling kost enorm veel geld. En contributies en sponsorgelden is niet helemaal toereikend. Dus hebben we hiermee een aardige bron van inkomsten. Beurt de toneelvereniging eigenlijk nog wat subsidie? Nee, eigenlijk niet. We nodigen de gemeente altijd wel uit om naar onze voorstelling te komen. En die nemen dan zeer tot onze blijdschap altijd een envelop met inhoud mee. Ja, maar dat zoals het dus zeg maar voor jaren terug was, dat cultuur, sport en dergelijke, dat het gesubsidieerd was, dat is helemaal over. Nee. Wij bedruipen ons nog steeds helemaal zelf verder. Ja. Voor de mensen die niet weten wat een kloot is, tenminste het apparaat waar jullie mee gaan spelen, wat is dat precies? Een kloot, dat is een bal van geperst hout met loodproppen. Ja. En die weegt ongeveer 500 gram en heeft een diameter van 6 centimeter. En die moet onderhands over het parcours geschoten worden, gegooid, hè, geschoten. Vandaar dus de naam klootschieten. Het woord kloot is eigenlijk een oud-Nederlands woord. Hè. We kennen natuurlijk allemaal de term aardkloot, hè, dus onze aardbol. En te pas en te onpas wordt het woord kloot in een hoop Nederlandse uitdrukkingen gebruikt. Hè. Dat, ja. Zeker op die dag hoor je dat regelmatig, hè, van wat een puntje, puntje worp, wat een puntje, puntje weer, enzovoorts. Ja, al met al, het kan de kloodag worden. Ja. Financieel hopen we niet. Nee. Hey, waar komt dat eigenlijk vandaan, dat klootschieten? Nou, het komt eigenlijk uit de Achterhoek. Daar wordt het in Twente, daar wordt het veel gedaan. Maar Jatta is een keer een dagje uit geweest die kant op en heeft dat gedaan daar. En dat leek Mayatta een goed idee om dat voortaan ook hier te introduceren. Mm-hmm. En het is dus al nou voor de 24e keer, dus we kunnen wel van de traditie spreken. Ja. Nick, nou hoor jij bij de jongerengarde van Mayatta. Dan moet je mee klootschieten, of niet? Ja, we moeten. Er zit wel een soort van moed aan. We hebben natuurlijk schrijvers nodig die meelopen op parcours om de af te tekenen. En dat zijn meestal eigenlijk vrijwel altijd mensen binnen de vereniging. En daar hoor je dan ook bij in een hok. Dus. Maar je mag zelf niet meespelen? Dat mag wel, dat kan. Mits je je eigen team hebt, dan kun je gewoon zelf meespelen. Dus schrijf je één keer, speel je één keer. Ja. Wat zou je liever doen, als schrijver of als speler? Spelen lijkt me erg leuk. Met een stel vrienden gewoon lekker gooien zo. Maar ik heb de taak dat ik achter de computer mag zitten en alle gegevens invoeren. De worpen, aantal worpen en dan uiteindelijk de uitslag bekendmaken. Dus. Van waaraf starten we? We starten vanaf de Gouden Engel. En dat is ook weer tevens het eindpunt. Ja. Hey Ton, als het nou zo lekker warm weer is zoals we nu de afgelopen dagen gehad hebben, de maandag, de dinsdag, de woensdag, lekker potje bier erbij? Ja, dat wordt afzien. Hè? Want je ziet dan ook teams die hebben een bolderkar bij zich met allerlei proviant en drank, hè? Frisdrank en ook een biertje. En daar zeggen wij eigenlijk niks van. We zoeken eigenlijk wel de teams om geen sterke drank op parcours te nuttigen. Je bent uiteindelijk met sport bezig. Hè? Het is een lekkere wandeling door de natuur. En, ja, een biertje, waarom zou het niet mogen, maar beperk het. Nick had het er net over, ik zou mee kunnen spelen als ik een team heb. Een team, uit hoeveel mensen bestaat dat? 5 personen, dat kunnen zowel heren zijn als dames of gemengd. Maakt niet uit, een minimumleeftijd is 14 jaar. Dus teams die mee willen doen, kunnen zich nog opgeven. Ja. Kosten van de deelname? Is €30 per team. Ja. En je moet een team hebben van 5 mensen? 5 personen, ja. Dan hebben we het hele traject gehad, want we zitten helemaal in het buitengebied van Huissen, onder andere door het Slikkerbos hier waar we staan. Ja. Hoe lang ben je dan ongeveer bezig? We beginnen dus op het parkeerterrein Molenweide, die skatebaan, daar maken we zeg maar een achtje. En dan steken we over naar het Slingerbos, rondje Slingerbos. Gaan we over de Piet Everstraat naar het oude Jonge Krachtterrein, dat steken we over en dan komen we weer achter bij het Slingerbos. Mm-hmm. Terecht en dan gaan we dus via het Slingerbos naar het Klokkenpad en vervolgens via het Kempke naar de Gouden Engel. Ja. Dat is een afstand van, we hebben het een keer nagemeten, van ongeveer 3200 meter, dus ruim 3 kilometer. En de teams doen er gemiddeld 1 uur en 3 kwartier over. Sommige kwartiertje korter, andere weer een kwartiertje langer. Ligt eraan hoe lang ze naar de kloot lopen zoeken, hè, want die valt regelmatig in het talud of in het water en dan is zoeken geblazen. En dus
staat iedereen maar te wachten. Mensen die dus nog mee willen doen. Ik bedoel, het staat al een paar weken op de HTV-krant. Ja. Die mee willen doen, hoe komen die tot inschrijving? Die kunnen mij bellen. En dan krijgen ze via de e-mail een inschrijfformulier. Of ze kunnen kijken naar www.mayatta.nl. Of ze bellen mijn mobiele nummer, dat is 06-5184-2160. En inschrijfformulieren die liggen ook van de week bij Huismansport en bij de Gouden Engel. Dus daar kunnen ze ook op gehaald worden. Wat maakt je tot een goede klootspeler? Nou, een klote instelling, hè? Nee, dat is een geintje natuurlijk. Maar het heeft niks te maken met kracht. Hè? Het is eigenlijk meer behendigheid en een beetje je tegenstand intimideren. Hè? Dat is het leukste natuurlijk. Hè? Mag je ook in een gekke outfit komen? Ja, dat is ook wel leuk. Hè? Er zijn teams die hebben gekke t-shirts aan. Ze hebben ook de meest gekke benamingen. Hè? Team Kloot in de Sloot. En, ja. Ik weet het niet, de christelijke, joodse, katholieke klootschietvereniging, de meest gekke namen. Ja. En dan hebben we ook nog RKVV, RKVV 2, RKVV 3, RKVV 4, lijzer 1, lijzer 2, lijzer 3, en ga zo maar door. Ja. Nick, wat zouden voor jongeren, dus de mensen van jouw leeftijd, wat is daar leuk aan voor hun om mee te doen aan het klootschieten? Stel je hebt een groepje van vijf jongens of vijf meiden bij elkaar en je wilt een dagje wat gezellig gaan doen. En dan ga je een dagje klootschieten. Daarvoor is het gezellig met elkaar een beetje in de bar zitten. Ga je gooien, daarna is het ook weer gezellig aan de bar zitten. Je bent gewoon leuk bezig, je bent met elkaar bezig in een teamverband. In de natuur. Ja. Je maakt een hele hoop lol samen. Ja, wat Ton al zei, woordspeling met kloot komen dikwijls voorbij komen. En het is gewoon een gezellig evenement. Ja. Moet je conditie hebben voor klootschieten? Nee, je moet een beetje kunnen gooien, ja. Maar dat kan iedereen wel. En voor de rest, je hoeft niet te rennen, je hoeft een klein stukje te lopen. Dus dat is het enige. Goed, dus tactisch spel voor die dag is belangrijk. Ja, tactisch spel. En bij sommige teams adviseer ik de schrijvers om toch wel een helm op te doen. Want ik zie wel eens ballen rechtop in de lucht gaan. Ja. Ja. Goed, hey, mannen, veel succes. 1 juni, hè, want om het nog maar een keer duidelijk te maken. En we starten vanaf, Ton? We starten, beginnen met de Gouden Engel. Ja, hoe laat? Om 22:30. En ik wil nog wel even zeggen dat het klootschiet gebeuren, dat doen we in samenwerking met de Gouden Engel. En inschrijving, dat is maximaal 50 teams. Meer kunnen we er niet kwijt op het parcours. Dat, anders lopen we elkaar aan de weg. Dus degene die nog in willen schrijven, ik zou zeggen, met een klote snelheid inschrijven en bellen. Oké, okay. Dankjewel. Succes. Dankjewel. Houd hem hier in de peiling. Oh. Ploeps. Een overbal. Ja, dat is ook nodig. Nee, dat is niet.